TEDx Amsterdam 2009 met gastspreker Jacob Geld-Dekker, die van tandarts ondernemer werd en projectontwikkelaar en schrijver. Hij heeft een zeer pittige bankrekening, maar daar mogen anderen ook van meegenieten. Zo heeft hij op Curaçao een hele achterstandswijk gerestaureerd in oude glorie. En hij heeft er ook een dialysecentrum opgericht. De titel van zijn TED-talk is Pot of Gold, naar zijn nieuwste boek. Meneer Geld-Dekker, waarover gaat Pot of Gold? Pot of Gold is de pot met goud aan het eind van de regenboog. Het is de droom van ieder mens, jong en oud, om te bereiken dat idee van geluk. Wat je niet precies weet wat het is, maar je weet dat het er is. En is het goud? Natuurlijk. Het is het zweet van de goden, zeggen we wel eens. Goud is het zweet van de goden. Het is de toegevoegde waarde die wij geven aan een ideaal. Dus het is een symbool. Ja, maar nu is goud natuurlijk gewoon een stuk metaal waar de mens waarde aan natuurlijk. Heeft. Het is lucht. Het is een symbool. Het is een symbool. Een symbool van onze droom. Symbool van waar we leven en waar we naartoe gaan en waarom we die prachtige reis ondernemen dat we het leven noemen. Nou, als u daar een boek over schrijft, betekent dat bijna dat u dat al weet, de antwoorden op die vragen. Wat is het antwoord op de vraag waarom leven we? Eigenlijk zou je het hele boek moeten lezen, maar ik zal het verklappen. Uiteindelijk is het grote doel, grote pot met goud, de reis zelf. Niet het arriveren. Het gaat om het traject. Het gaat om het doen. Het gaat om het traject. Het gaat om wat wij samen doen. Het gaat om hoe ik mijzelf respecteer en de mens naast mij. Dat betekent dat u zelfkennis moet ontwikkelen. Hebt u dat ook gedaan? En daar moet je de moed voor hebben. Je moet de moed hebben om dat wat jou in de weg staat, en dat ben je altijd zelf, om die aan te pakken en daarmee aan het werk te gaan. En wat kwam u bij uzelf tegen? Wat hebt u echt moeten aanpakken om te komen tot waar u nu bent? Oh, alles. Nou, noem twee dingen. Angst. In de eerste plaats altijd angst. Want je denkt, er is een wereld zoals die zou moeten zijn. En ik moet me daarom conformeren. En je hart zegt, er is een wereld zoals die is, dat is mijn wereld. En je moet die twee in harmonie brengen. Dus je moet dat angstbeest weg zien te halen. Ja, maar dat angstbeest, dat wordt er ook bij u gelegd door, zeg maar, alles om u heen. Ja, en u moet toch in die wereld bestaan. Het is een gevecht. Het is een gevecht. Een gevecht dat je hele leven duurt. En dat is jou zo fraai. Je moet het gevecht aandurven. Ga niet achter de geranium zitten. Ga met de strijd aan de gang. Dat is de prachtige reis. Nou, u bent toch wel een beetje een voorbeeld van wat u zegt. Want uw leven lijkt een beetje op een jongensboek. U doet maar eigenlijk, hè? Of niet? Natuurlijk. We doen allemaal maar in de eerste plaats, doe wat je hartje ingeeft. Wees oprecht aan je eigen idealen. Luister naar jezelf en niet zozeer naar een ander. Goed, maar dat heeft u gebracht van tandarts tot ondernemer tot schrijver nu. Wat zit er nog meer in u? Oh, ik weet het niet, we zullen wel zien. Maar iets maken dat buiten jezelf gaat, creativiteit, is de grootste macht en de grootste schat die iedereen in zich heeft. En als je die krachten eenmaal kunt activeren, dan the sky is the limit. Ben ik met u eens, maar nou zit er in ieder mens zitten goed en kwaad. Moeten we nou het ene uitbannen om het andere voorrang te geven? Hoe werkt nee, dat? Nee, we moeten daar vooral mee in discussie gaan. Het is het dualisme. Het is voortdurend de strijd van wit en zwart, van kwaad en goed, van ja en nee, van yin en yang. Als er geen discussie is, kunnen we geen pad hebben. Het is het dualisme met twee gezichten die uiteindelijk de twee gezichten zijn van één lichaam. Maar die wel bij elkaar horen. Natuurlijk. En die van elkaar leren. Natuurlijk, de een kan nooit zonder de ander. Wat heeft uw kwaaie ik u geleerd? Oh, heeft mij natuurlijk het goede geleerd. En het goede heeft mij het kwade geleerd. Het een kan niet bestaan zonder het ander. Het vergt wel moed, dat heeft u zelf aangegeven. Waar kun je die moed halen? Uit jezelf, nergens anders. Ja, maar dat is makkelijk gezegd natuurlijk, hè? Maar doen, doen, doen. Ophouden met excuses, ophouden met zeur. Go do it, go do it. Leef je eigen leven natuurlijk, in principe. Ja. Natuurlijk, stop met alle flauwekul, stop met alle excuses. Doen, jongens, want je weet dat heel goed in het achterhoofd waar het zit. En je weet precies hoe het moet. Niemand weet het beter dan jij. Niemand heeft meer tijd doorgebracht met jou dan jij. U hebt deze keuzes ook moeten maken in uw leven, want u werd op jonge leeftijd ziek. Dat bent u eigenlijk nog steeds. Ja. Het is u niet aan te zien overigens. Kanker heeft u. Is dat toch een drijfveer voor u geweest om zo te leven en te denken? Nou, er is een grote verandering gebeurd in mijn levenstijd.
Kanker was een doodsoordeel. Er is nu een chronische ziekte geworden. En ik ben intens dankbaar aan de enorm goede verzorging en de mogelijkheden in de samenleving. Maar het grote gevaar van een chronische ziekte is dat je als persoon die ziekte wordt. Dat je vergeet dat je daarnaast nog een leven hebt. Dat je vergeet dat een behandeling is een middel om je meer te laten reizen in dat prachtige leven. Dus meer dan ooit ben je verplicht om dat te doen. En te genieten van de momenten dat u zich wel goed voelt. Natuurlijk, ja. Natuurlijk. Mag ik dan zeggen dat gezondheid uw persoonlijke potje goud is geweest? Absoluut, absoluut. Dank je wel. En dan wens ik u nog veel van toe. Bedankt voor dit gesprek.